Mijn ouders wonen aan de overkant, dus als de bel ging, dan moest ik het nog halen. Ik woonde te dichtbij, dus was altijd te laat. Schrijver Onno Blom is oud-leerling aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden. Hij herinnert zich zijn schooltijd nog goed. Die toren, dat is natuurlijk magistraal. Hè? Een echte school heeft een toren. En ik heb op een dag, en daar was ik zeker niet de enige in, stiekem bij de claviger, dus dat is de Latijnse naam voor de conciërge, de sleutel van de toren weten te bemachtigen. En toen ben ik daar naar boven geklommen. En dan sta je er, dan heb je je eigen buurt aan je voeten liggen als een Persisch tapijt. Het was wel heel geweldig. Ik vond het echt een warm bad om hier onderwijs te mogen krijgen. Ik was nieuwsgierig, ik hield van geschiedenis, ik hield van talen. Je wordt hier natuurlijk onderwezen in dode talen. Niemand spreekt die talen meer, Latijn en Grieks. Wat heb je daar in vredesnaam aan? Dat wordt altijd gevraagd. Nou, daar heb je dus ontzettend veel aan. Omdat het helemaal uit elkaar trekken van een taal die niemand meer spreekt, van het Latijn, wat natuurlijk wel eeuwenlang de lingua franca van de wetenschap is geweest. Dat brengt je een bepaald besef van cultuur en gevoel voor taal bij, waar ik tot op de dag van vandaag uit put. In de 700 jaar dat de school bestaat, hebben verschillende bekende Nederlanders hun opleiding gevolgd aan het Leidse gymnasium. Toen ik op school zat, toen wist ik dat niet. Maar eigenlijk ben ik een schoolgenoot van Rembrandt. Daar kwam ik al snel achter toen ik op het Stedelijk Gymnasium zat. En later heb ik gemerkt dat het echt een feit is. Want hier staan wij voor het gebouw van de Latijnse school. Het gebouw is uit 1599. Gebouwd 7 jaar voor de geboorte van Rembrandt. En op deze plek is in de 13e eeuw de eerste versie van het gymnasium neergezet. De grote school, die hoorde bij de parochie van de Pieterskerk. De jonge Rembrandt moet daar, toen hij 7 was, zijn aangekomen. Het is ook wel leuk om te beseffen dat als je hier uit het raam kijkt, keek je hier naar beneden, naar het groene zootje. Dit was een executieterrein. Er werden ook lijfstraffen uitgedeeld. Hè, de Gravensteen. Toch een bijzondere plek. En die jongen die moet dat ook wel hebben gevoeld. Die school, die Latijnse school, was hardvochtig. Het Latijn werd erin geramd, met de plak ingeslagen door de rector. Niet een lieflijke plek, maar wel een plek die ervoor zorgt dat je de kennis krijgt bijgebracht die je later nodig hebt.